Ja, Rob. Welkom in mijn huis. Ik wou zeggen, normaal zitten we op de boot. Ja, zijn we leuk aan het koken. Zijn we leuk aan het koken. En nu zitten we hier gewoon 15 graden bewolkt. Maar wel aan de drank. Wel aan de drank. Dus er is niet veel veranderd. Maar daarom dachten we van, we gaan gewoon eens even wat leuks koken. Dat ze thuis ook wat lekkers eten krijgen. Precies. Nou, gaan we doen. Dus het programma heet eigenlijk ook Thuis op reis. Dat is toch een beetje proeven wat ze op reis krijgen als ze bij ons aan boord zitten. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Wat gaan we maken vandaag? Bieten-tataar met mierikswortel, saus en gerookte paling. Nou, dat klinkt erg lekker. Ja, is dat ook. En wat hebben we er allemaal voor nodig? Dus we hebben bieten nodig. Bieten. Charlotte. Paling. Paling. Mierikswortel. Mosterd, mayonaise. En peperzout. En wat groensvoer. Nou, leuk. Ik zeg... Laten we beginnen. We gaan beginnen. Ja. Hou je dan ook niet over? Ja. Zeker. Ja, ik zeg altijd delegeren. Ja, daar ben je goed in, hè, Rob? Daar ben ik heel goed in. Zo, die zijn schoon. Die kunnen gewoon in stukken in de mix. We staan nu buiten al te kijken wat we aan het koken zijn, Rob. Ik denk dat we straks gewoon de deur open kunnen doen. Ja, privé-restaurant. Het terras erover. Hoppa. Moet toch wel doen in coronatijd. Zo is het. Een lekkere dunne tataar ervan maken. Je kan het ook met de hand snijden. Maar gemak dient niet. Rob nou op mijn vingers kijkt, dan zegt hij, waar is je snijtechniek gebleven? Ja, ik denk dat hij nog in Turkije ligt. Weer het zo dun mogelijk. En ik doe het een beetje op zijn huis- en tuinkeuken manier. Ik denk dat hij die andere veel beter kan. Kunnen jullie dat ook nog zien? Is er een bepaalde snijtechniek overigens op? Ja, dan laat je het kontje eraan zitten, want dat houdt namelijk de ui vast. Oh ja. Dus dat scheelt een stuk. En dan snij je voorzichtig langs je vingers. Een fijn salootje. En wat is nou het verschil tussen brunoise of, weet je wat de andere heet? We hebben brunoise en we hebben... Ja, zoals jij het snijdt, zou je zeggen dat het brunoise is. Want brunoise zijn gewoon blokjes. Oh, dat zijn blokjes? Dit is gewoon lekker fijn gesnipperd. En julienne is? Reepjes. Oh, zijn dat reepjes? Dat en dit is gesnipperd dan? Dit is gesnipperd. Ah, dan weten we dat ook meteen. Ja. Nou, dus nou die gaat er lekker doorheen. Zullen we maar die gesnipperde doen? Doe maar lekker de gesnipperde. Die heb gesneden Etercelie. Etercelie eerst even wassen natuurlijk. Maar dat hebben we al gedaan. Stokjes eraf. Zo. Ja? Ja, ik vind het mooi. Frummel je op en dan snij je. Ja. Je kan het ook in de keukenmachine doen. Ja. Zoals in België zeggen de agurken en kappen. Nou, ik zou zeggen, Michael, ga je gang. Ik had mijn eigen mes meegenomen, maar dan mocht ik natuurlijk weer niet mee snijden. Ja, daar kan je nog geen open van met dood. Dit mag wat grof. Het hoeft niet echt helemaal super klein te zijn. Het is wel lekker om iets een bite erin te houden. Je ziet meteen het verschil tussen de snijtechnieken, jongens. Staat met een gezicht te kijken van nou, kom jij nog maar een keer op les? Ik heb de verbanddoos al klaar liggen. Ja. Maar uiteindelijk komt alles goed hoor. Gaat er ook bij. Dan de kappertjes. ze meestal eerst even. Net een ander smaakje dan de agurk. Gaat er ook bij. Dan moeten we een eetlepel mayo erbij. Peper en zout gaan we erbij doen. Naar smaak. Naar smaak. Peper hoeft niet zoveel, er komt ook nog tabasco bij. Dus dan gaan we dit eerst een beetje mixen. Dat het een mooie emulsie wordt. Nou, het ziet er wel mooi uit. Nou, dan gaat de worteltjes, de saus bij. Dat is ook naar smaak. Wil je een pittig hebben vandaag, of niet? Ja, graag. Jij wil een pittig hebben. Ik hou sowieso van pittig. Een klein beetje tabasco. Gaan we ondertussen het sausje even maken. Het sausje is gebaseerd op crème fraîche. En mayonaise, mierikswortel, een beetje mosterd. We hebben nog wat gesneden bieslook nodig. Nou, leef maar uit. Leef je uit. Voor het sausje, we gaan het sausje nou maken. Ik doe meestal anderhalf lepeltje mayo, anderhalf lepeltje crème fraîche erbij. Dan even de mierikswortel, dan nog een klein beetje mosterd. En een klein beetje gembernat. Waar heb ik mijn gembernat? Daar is de gembernat. Een beetje peper. Een klein beetje zout. Maar je kan ook je garder van het kookboek gebruiken. Oh, wat een leuk idee. De garder van het kookboek. Hij is nog te bestellen. We hebben er nog een paar. Dus schrijf je even in voor het kookboekje. Oh, dat werkt als een tijger, jongen, dit. Nou, dan kan de bieslook erbij. Dan krijgt hij nog net even een meer pitje. Ik doe meestal, maar dat Rob zal er wel weer een andere oplossing voor hebben. Ik pak meestal een boterhamzakje en dan gooi ik het dan in. En die knoop ik dicht en doe ik het puntje eruit. Dan kan ik straks mooi, heb ik een heel klein spuitzakje. Ja. Is dat een idee? Of dat is echt heel erg handig. Maar? Alleen, ik heb geen boterhamzakjes hier. Wij pakken gewoon een... echt een spuitzak? Een spuitzak. Jo, kijk, dat zijn de mannen, hè. Nou, die mag dan in de spuitzak. Kijk, en daar komt de echte kok aan. Nou, ben ik benieuwd. Ga ik iets nieuws doen? Ik kan heel moeilijk doen, maar je kan hem ook gewoon natuurlijk hierin zetten. Oh, en dan omkeren. Ja. Dat is wel erg handig natuurlijk. Dus dan kan je hem gewoon neerzetten en dan vul je mooi. Ja, wij doen dat gewoon op onze hand en dan scheppen we het erin heel makkelijk. Maar als je in je eentje thuis bent, pak je een glas. Duw je de onderkant in. Ah, dan kan je mooi. Ik loop altijd te klooien. Ik vraag altijd dan Nathalie van, dan kun jij het zakje vasthouden. Ja, dat vraag je wel eens meer. Nou, dan kan je het zo makkelijk erin doen. Als je in je eentje bent. Ja, top. Ah. En een klein stuitje. Nou, daar zijn we eigenlijk bijna klaar om de bordjes op te maken. De paling moeten we nog snijden. Ja, zulke stukjes... Die kun je lekker opeten, hè? Ja. Waarom snij je hem schuin? Dan lijkt het groter. En je houdt een leuk stukje altijd over natuurlijk. Ja, voor het mondje. Kijk, dat bedoel ik. Lekker. Met die appeldoen. Hele mooi, even een dun plakje, dunne plakjes en dan met een uitstekeringetje. Uitsteken. Dat je een rondje krijgt. Nee, en dan ga ik dat nog halveren. Ik heb geleerd om het zo te doen. En ik doe dan meestal met een uitstekeringetje even rondjes maken. En die halveer ik dan nog even. En hoe zou jij dat doen? Ja. Kijk, en dat is het verschil tussen een echte kok en een thuiskok, hè? En dan heb je ook een half rondje. Zich maakt niet zoveel uit. Nee, maar het is wel, gaat wel sneller, denk ik. Ja. En je kan eventueel, als je wil kiezen, kun je het velletje nog eromheen, als je dat lekker vindt. Ja, je kan ook een mooi waaiertje doen. En een mooi waaiertje. Dus keuze genoeg. Zo. Kanels. Knellers kan je natuurlijk ook met zo'n ijs, voor mensen die het niet kunnen, kun je natuurlijk ook met zo'n ijsbolletje, schepje, dingetje doen. Maar je kan ook met een stekertje en dan vullen en dan aandrukken. Maar ik vind het altijd voor dit gerecht, mooi drie mooie knelletjes. Schepje. En dan, wordt ook een goed schepje. Heen en weer. Gaat goed. Gaat goed, hè? Nou, dan hebben we dat gehad. Dan komt die. Pakken we een stukje appel. En paling. Dan vind ik het altijd wel leuk met die blaadjes sla. Om er nog een mooi blaadje sla bovenop te leggen. Ziet er gewoon mooi uit. En last but not least. Kan ik er een opmaken? Ja. Zoals ik het zou doen? Ja, vind ik ook leuk. Kijk, en daar komt de professionele hand er in één keer overheen. Hoe leuk is dat? Dat is nou precies de reden, Rob, dat we elk jaar jou meenemen met de kijken. Ik doe het net over iets anders. Lekker even anders. Kanellen van Bieten-tataar met paling, appel en een saus van mierikswortel. Ik zeg bon appétit.